ik ben een beetje gek op techniek. Ja, echt waar? Ben je gek op techniek? Dat kan je bijna niet zien in die bus. Dus in goed Zeeuws, die mok ook. Ik zou ook al personal training voor vrouwen willen geven, mensen. Ja, dat dacht ik al. Ik kom nog eens een keer. Zo mensen, daar zijn we weer. Leuk dat jullie kijken naar DW Vlog. En ik ben onderweg naar Zeeland, naar Kattendijken. En dat is vlakbij Goes. En daar heb ik afgesproken met Art. Art was een van die mensen die reageerde op dat oproepje wat ik geplaatst heb. Van mensen, als je nou een bijzondere camper of caravan hebt, reageer dan even. Misschien kom ik dan wel bij jou filmen voor een gezellig interview. En dan maken we gelijk even een mooie vlog over je kampeermiddel, zoals het dan zo mooi heet. Nou, Art is door de selectie gekomen. Prachtige bus. En met Art heb ik afgesproken in Kattendijken. En daar ben ik nu naar onderweg. Een van mijn favoriete provincies, jongens. Zeeland. Het is hier prachtig. Nou, en we zien hem al staan, jongens, die bus van Art. En we gaan hem eens eventjes van dichtbij bekijken. Wat dacht je daarvan? Vind je die blijft op het huis passen, hè, meisje? Ja, gezellig. Tot zometeen, slaapkop. Die meid hier mijn leven, jongen, bij mij. Echt supergezellig. Maar daar is hij dan, de bus van Art. En jij bent Art. Ik ben Art. Leuk, leuke kennismaking. Hartstikke goed. Hey Art, jij hebt je bus aangemeld bij DW Vlog en ik heb je eruit gehaald. Ja. Omdat het een hartstikke bijzondere bus is. Dus die gaan we eens even bekijken. Het is dus een, een Opel Movano? Opel Movano L3. Wanneer heb je hem gekocht? Wanneer heb je hem gekocht? Twee jaar geleden. Zo dan? Ja. En hoe kwam dat? Kom, we gaan even daar staan. Dan staan we ook een beetje uit de wind. Het is frisjes, mensen. Ja, zomer in Nederland. Zomer in Nederland. Het is frisjes. Het is wat anders dan Italië. Ja, of Spanje. Nou, Italië is de wintergolf. Hé, maar twee jaar geleden heb je hem gekocht. Heb jij een kampeerverleden? Ja, ik ben eigenlijk wel, ja, want ik ben sportdocent op het CIO's. Ik geef het vak buitensport, dus alles met outdoor. Ja, leuk. Dus, in de touwen. In de touwen, klimmen. Ja. Vandaar ook een beetje, als je straks ook ziet, die bestekkering van wat klimmers en zo. En, ja, gaaf. En mountainbike, kano. Maar jij bent voor je werk ben je dus heel veel in het buitenleven. Ja. Dan gaan we niet altijd met de bus, omdat ik dan op kampement ben en dan met vervoer van mijn opleiding ben. Ah, ja. Maar bijvoorbeeld aanstaande zitten we in Ardennen en dan neem ik een bus wel mee. En dan sta ik gewoon 10 dagen in mijn eigen bus. Oh, maar je eigen kantoor mee, zeg maar. Ja, eigen kantoor mee. Ja. Gaaf, het is dus echt een kantoor af en toe. Dus 2 jaar geleden dacht jij even, doe eens gek. Ik koop een oude stinkbus, zei je. Hè? Een oude bus. Zonder overleg. En daar ook van. Uiteindelijk helemaal goed gekomen. En toen begon de klus, de stickers eraf, laadklep eraf laten halen. Dat heb ik zelf niet gedaan, maar het ding was teringzwaar. Ja. Het voordeel is wel dat een hele zware startaccu in zit.
Oké, okay, maar die moest natuurlijk voor die laadklep. En kan je er nog wat van, je kan er nog wel wat van zien van die laadklep? Ja, zeker. De schakelaar. Ik heb hier een noordbel als je hier... dat is hem, jongens. Daar herken je dus de laadklep aan, maar voor de rest is het alles. Voor de rest is alles weg. Wat ik ermee ga doen, weet ik nog niet. Nee, misschien heb jij een idee. Wat zou je mee kunnen doen? Daar komen we nog wel op. Gooi die deuren zicht, want dan kunnen we de bestikkering even zien. Ja, precies. Ha! Kijk eens. Oh ja. Een deuk. Ja, en die deuk zat er al. Ja, die zat er al in, ja. Maar doordat je die stickers, die klimstickers erover... Ik denk de stickers erop, dan valt die minder op. Ja, joh, kun jou het schelen. Wat heb je betaald voor die bus eigenlijk? Ik schaam me eigenlijk. 3000 euro. 175.000 kilometer op de teller. Dat is ook helemaal niks. Nee. 3000 euro, jongens, voor die bus. Ja, daar vind je ze niet meer voor. Nee, daar vind je ze zeker niet meer voor. Er is heel wat veranderd. En de voorkant, die heb je nog eventjes wat stoerder gemaakt met een paviljoen. Ja, ik denk, je moet een beetje kenbaar. Ja, het ziet er wel gelijk. Wat strepen erop. Ik heb wat zoeklichten erop. Daarboven heb ik lampen erop. Ja, en One Life Live It. Daar zijn we daar ben ik het roerend mee eens. Ja, en dat fit bij Roos, wat is dat dan? Dat is van mijn vrouw, die geeft alleen personal training voor vrouwen. Oh, en voor zwangere vrouwen, voor herstel. Ik zou ook al personal training voor vrouwen willen geven, mensen. Ja, dat dacht ik al. Dat dacht jij al. Hey, laten we eens eventjes binnen gaan kijken. Ja. Nou, daar is hij dan, jongens. Ja. Het heiligere heilige. Dus de wagen die Art helemaal heeft ingebouwd. Want je hebt hem helemaal leeg gehaald eerst, Art. Helemaal leeg. En eerst al het roest eruit. Ja. Echt helemaal behandeld. Toen geïsoleerd helemaal. Ja. Echt een dikke laag, want ik wou ook in de winter kamperen. Dus echt dik vet geïsoleerd. Dit zijn plastic schootjes trouwens. Want je ziet er heel vaak dat ze van hout doen. Dat is een stuk lichter ook. Oh, ja. En het isoleert ook goed. Ja, dat is ook en, zo. Het nadeel is dat je niet zoveel kunt boren en daarna weer... dus daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Ik heb toch een spiegel geplaatst om het wat ruimtelijker te maken. Nou, jouw indeling is echt compleet anders dan anders. Ja. En dat vond ik ook zo bijzonder aan jouw bus. Ja. Want het is een beetje een kruipdoor-sluipdoor bus. En als ik deze deur even openmaak, dan kan je even zien... Want jij hebt er bewust voor gekozen om die twee zitten erin te houden. Hè? Maar dat heeft natuurlijk met de gezinssamenstelling juist, te maken. Juist, met z'n drieën inderdaad. En we hebben natuurlijk een groot bed achter... Dus je zult wel zien, die kleine van ons, die slaapt dus hier. Ja. En daar komt een plaat in, die ligt achter in de bus, die leggen we erop. En daar komen vouwmatrassen op en die slaapt hier in zijn slaapzakje. Ja, die heeft daar een slaapzakje hier en zo allemaal. Ja, allemaal prima plek daarvoor. Ja. Hè? En het enige de concessie die je dus hebt gedaan is dat je niet binnenuit je bus in kan. Nee. Dat is de enige. Nee. Nee. Maar het levert je wel een extra slaapplek op. En ja, dus, daar moest ik wat over vinden. Want zo'n kleine tussen je slaapzakje. Ja, dat is ook niet heel gezellig. Hè? Ja, en het is geen kleine meer, hè? Nee, daarom. Dus... Dat is een lange kleine. Ja, dat is een lange kleine. Hé, laten we eens even binnen gaan kijken. Jij mag eerst. Ja, oké. Okay. Zo dan. Nou jongens, we zijn binnen. Ik heb ondertussen de camera even op de groothoek gezet. Want het blijft een beperkte ruimte natuurlijk. Ik ga nog even met één beeld buiten staan, Art. Ja. Hier hebben we het over die bijzondere indeling. Hè. Normaal zie je dat buscampers in de lengte zijn ingebouwd. Ja. En jij hebt eigenlijk deels, eigenlijk dwars in compartimenten. Ja. Er zit eigenlijk een doorloop hier een beetje aan de zijkant. Ja. En waarom dat is gedaan, dat heeft ook een idee met het toilet. En ja, je hebt ook nog een porte-potty ingebouwd daar. Ja, hè? Hier. Ja. Nou, en dat gaan we zo meteen zien. Maar wat ik eigenlijk bedoel met het compartiment is, eigenlijk is dit zeg maar keukengedeelte. Ja. Dus deze anderhalve vierkante meter. Ja. En dan heb je daar achter, daar komen we zo meteen naar mensen, daar is het woongedeelte. En dat woongedeelte kan je ook nog omtoveren in een enorm bed. Hè? Ja. 2 meter bij. 2 bij 1,40. Nou, dat is dus gewoon een normaal bed, hè, mensen. Ja. Wat in normale reispaleizen zeg maar ook zit. Ik heb dan 2,15. Maar 2 bij 1,40, dat is al een luxe. Ja, hij slaapt lekker. Hoor. Ja, maar heel veel buscampers hebben dat, die halen die 2 meter nooit. Nee. En jij bent natuurlijk een lange vent, dus je moest wel een bed in de lengte richting gaan maken. Ja. Maar laten we even beginnen met de keuken. Je hebt gekozen voor een hoek keuken. Ja, waar kook jij? Hier. En dit is eigenlijk, die zet je vast met een tweepits. Tweepits gasten, spatscherm van traanplaten. Ja. En hier bevestig je dat spatscherm. En we hebben hier een afzuiging erin zitten. Afzuiging ook nog? Ja. Wat heb je hier? Ja, dit is, ik zal even van je achterkant, dat is misschien wel makkelijk, hè. Deze hebben.
Hier heb ik opslag. Daar heb ik bijvoorbeeld een steengril heb ik erin. Ik heb een. Waarom niet? Ja. Wat moet een mens zonder steengril op vakantie? Ja, niet steengril. En een broodrooster zijn. Inderdaad een rooster. Maar ja, je kunt, gaat best diep. Want er zitten echt. Chippies zitten er ook in. Oh joh, nog een voorraad. Dat gaat zeker nog aan. Oh, duct tape. En verlichting heb je erin, of niet? Ja, zeker, anders zie je niet wat erin is. Het is nogal van de verlichting, mensen. Want ik heb alle lampen even aan wil zetten. Ja. En dat zijn er nogal wat. Maar dat zie je vanzelf in de video. Anders ben ik nachtblind. Ja, precies. Verder in de keuken. Ik zie hier dat je een magnetron hebt. Ja, een kompie. Ja. Lades voor pannen. Ja, potten, pannen. Ja. Hier zien we het afwassen. Ja, waterzuivering is ingebouwd. Je hebt ook nog, want dit is gewoon normaal uit de tank. Ja, die kun je ook nog naar buiten trekken. En een zeepompje. En die waterzuivering, dat loopt via een filter? Ja, kijk, we hebben hier de pomp aan en dan komt die er gewoon uit. Hè. Ja, geweldig. Kijk, hoor je de pomp al lopen. Via een filter. En hier hebben we het hele dashboard, ik zie een omvormer. Ja, van 3000 watt. Zo dan, 3000 watt. Ja, ik dacht van, ik moet af en toe, ik heb een dak airco, daar hebben we het niet over gehad, maar hoe dat, die pakt nogal wat natuurlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dan pakken we deze voor, ik heb hier, dit is voor de dieselheater. Oh, dieselverwarming heb je die komt hier aan de zijkant, komt die eruit. Dit is even van de accumeter en hier hebben we alle verlichting alle groepen, erin staan. Zeg maar, de lampen, stofzuigertje op de oplader. 230 volt. Extra 230. Hier dus, voor de tank, 150 liter tank. 150 liter water? Ja, 150 liter. Een vuilwatertank? Vuilwater onder de bus. Oh ja, heb je ook nog. En dat is ook zoiets dan, denk ik, hè, die vuilwatertank. Ja, er is een klein tankje nog, maar ik ga een grotere tank maken met automatisch. Automatische sluiting erop, van 12 volt, dat je gewoon van binnenuit kan lozen. Dus rijden boven de put precies. En als we dan hier naar kijken, want dan doe ik er even een stapje terug. Hier hebben we de koelkast, die had je net aangezet en je hebt zelfs een temperatuurmeter. Ik heb een goedkoop temperatuurmeetje bij Amazon. Ik mag geen reclame maken. Bij Amazon besteld. Je kan op 220, op 12 volt en op gas. Ja. Ja. En als we dan inkijken, dan gewoon echt simpel, hè. Geen vriesvakje, daar heb je daar niet voor. Geen vriesvakje. Ja. IJsjes die kopen we wel onderweg. Ja, dat is ook. En, zo. En wat is dat? Oh joh, is dit wat? Zeg. Het kruidenhoekje. Het kruidenhoekje. Het kruidenhoekje. Geweldig. Ja. Dus gewoon een hele smalle apothekerskast. En worstenhoekje. Ik kan straks nog een hard worstje naar binnen werken. Als je wil. Lekker, man. En wat zijn die? Ja. Dat was. Ja, dit is. Koffie is belangrijk. Koffieapparaatje erin. En die staat aan. Kijk, ik kan hem gewoon aanzetten. En dan gaat hij al. Die staat gewoon gelijk aangesloten. Alles al aangesloten. Ja. Ja, ik kan met, dat is ook zo, er zitten aan wat schakelaartjes, kan ik hem wel uitzetten. En deze, wat is dat? Ja, dit is ook weer gewoon opslag voor wat eten. Ja. En hier zit achter de muziekinstallatie. Oh joh, echt waar, een dikke versterker. Een dikke basbox. Ja, een dikke bas, Harry. Ja. En daaronder... Ja. Is alleen als we op het vaste net zitten, heb ik een kachel. Een kachel op de elektrische kachel. Elektrische kachel, ja. Nou, je noemde het net eventjes. Het is inderdaad Gadget City in deze bus. Ja. Want we hebben nu alleen nog maar de keuken gehad, mensen. En nu gaan we even naar de veranda, zullen we maar zeggen. Naar het zijgedeelte. Ja. Want Art, wat heb jij achter dat damesdingetje? Ja. Dat is heren en dames. Het is maar net welke hoek je kijkt. Hè? Oh ja, het is een speciaal stickertje. Kijk, want we hebben hier kijk, de Portapotti. En die zit op een, ik zal deze even vasthouden. Ja, kijk. En die zit op een laag. Ja. En die kun je heerlijk. Ik heb die elektrische met doorspoelen en zo erbij. Ja, dus, de luxe Portapotti. De luxe Portapotti. En op en dat uitschuiven, dus en functie is die. En weer netjes erin. Ja. En voor de privacy had je daar weer een gordijn van. Ja, hier, daar en daar. Maar er zit een idee achter. Ja. Want dat idee, dat heb ik hier. Dat, kijk, daar heb ik een slotje voor. Ja, de mensen die kennen die wel, deze. Kijk, want eigenlijk. Kun je hem voor twee dingen gebruiken: bidet. Ja, ja. Of. Als, je haalt hem op, als douche. Als binnendouche. Hé, maar we gaan eerst eventjes hebben over dit gedeelte. Ja. Want.
Kom er gezellig bij. Ja, dat is zeker. Wat jouw bus. Ik zie hier ook nog grappige details trouwens voor het hele messenspektakel. Ja. En dat is allemaal lekker dichtbij. Hier zien we ook gelijk die afzuigkap voor je kookgelegenheid. Ja. Maar daar zitten we nu in het knusse woongedeelte. Zeker. En een belangrijk deel wordt opgeslokt door een enorme kluis, man. Dat is voor het zwarte geld, denk ik. Zeker. Nou, laat maar eens zien. Dit heb ik weer van internet geplukt ergens, van de ideeën. Kijk, een magische doosje gaat open. Ja. En hierin heb ik opladers gemaakt. Dus mijn drone laat op, alles wat ik hier heb aan telefoons. Ik kan hier ook nog mijn telefoon opladen. Dus je hebt stroom in de kluis? Ja. Ja. En daar laat je dus al die dingen die ik dus ook heb, camera's, microfoons, de hele... Ja, je kunt ook je portemonneetje achterlaten en wat oude papieren leggen. Maar ik vind het wel briljant dat je daar stroom in... Zit er ook nog verlichting in die kluis? Ja, die heb ik op de op... Ah, shit. Die heb ik... Die gast heeft echt overal verlichting. Behalve in zijn kluis. Snap je toch niet? Want een prus. Misschien ben ik wel nachtblind of zo. Hé, wat heb je daarboven? Ook nog een... Hierboven kun je telefoon opladen. Oh ja, een oplader, brandblussertje. Dat is een automatische brandblusser. Oh, echt waar? Ja, zo'n sprinkelkop zit erop. Ja, ja. Wat je wel ziet op het plafond met water als brand opbreekt. Deze, als brand opbreekt, dan knapt die sprinkel en dan spuit hij hem helemaal vol met... Dan fikt die oude bus mij tenminste. Ja, dat is ook zo. Kijk, ik zie hier ook nog een kastje. Ja, achter dit kastje, dat is even altijd een beetje fris, maar die doe ik bijna nooit. Open. Die heeft een klapje nodig. Ja. Nou, ja, kijk, daar gaat hij. Oh ja, wat heb je daar zit voor de zonnepanelen. Ja, de MPPT. En ik heb daar nog een schakelaartje achter. Dit is voor de 220 doorschakeling. Maar dit is maar een deel van de techniek. Waar zit de rest? In de meterkast. Kijk, in de meterkast. We hebben een meterkast. Het voordeel is dat je vanuit je bus erbij kan. Je hoeft niet de achterklep open te maken, wat de meeste bussen hebben. De accu's hier aan de zijkant. Extra geïsoleerd, omdat het lithium-accu's zijn. Ja. 300 amp. Ja. Hoeveel accu's heb je erin staan dan? 3 van 100. Oh, echt waar? Van lithium. Zo. Dit is de lade. Dit is een schakelstation tussen walstroom en accu. Als de walstroom is, pakt hij automatisch over de walstroom voor. Dat is voor de walzekering, voor 220. Ja. En noodschakelaars, 12 volt dingetje. Als er iets niet klopt, gaat een lampje branden. Dus als er één zekeringetje door is, dan zie je een lampje branden. Dit is de accu meestation van Victron. Ja. En daarboven, ik weet niet of je dat makkelijk kan zien. Hier zo, hier. Daar. Ja, ja. Dat is die sprinkelinstallatie. Dus als de brand uitbreekt, dan pakt hij automatisch. Gaat hij automatisch sproeien? Ja. Dan heb ik wel een duur geintje, want dat moet ik waarschijnlijk gaan vervangen. Maar dat vind je beter dan een afgebrande bus, hè? Ja. En hier gebruik jij een iPad. Ja, ik heb daar een iPad in gebouwd. En die gebruik je waarvoor? Voor de Victron apparatuur. Dan kun je gewoon via het netwerk, maar je kunt ook een VR bekijken. Dus je hebt je echt ingebouwd als een soort multifunctioneel station om alle techniek in de gaten te houden. Want dat is weer gekoppeld. Ja, hier heb je nog een bovendeel. Ik zie daar zelfs een beamer, man. Je hebt zelfs een beamer. Ja, ik heb een beamer. Een LED beamer. En ik heb daar Apple TV erin. Waar projecteert die beamer op dan? Dan moet ik even naar Dat moet je even bij. Anders zitten, hè? Ja, dan gaan we even anders zitten, jongens. Want hij heeft. Ik kan hem zo wel even aanzetten. Hij heeft dus een beamer. Nee, joh, dat. Ja, jongen, ik zet alles aan. Oh ja, okay. Waarom niet? Waarom niet, hè? Hij heeft een beamer. Nou ja, zeg. Kijk, en dan gaat het scherm naar beneden. Ja. En dan pak ik even de afstandsbediening van de beamer. En dan tik ik hem even aan. Ja. En dan heb je hier gewoon, dan kan je hier gewoon Netflix filmpjes gezien. Nou ja. Kijk, dan moet ik hem al eventjes de beamer waarschijnlijk even goed zetten. Maar goed, dat is... voor het idee. Maar ik heb ook een Apple TV erop. En dan kun je dus Netflix, alles kun je gewoon... YouTube, dan kan je zelfs DW Vlog gaan zitten kijken in je bus, of niet? Jazeker. Ja, waarom niet? Heb ik al gedaan trouwens. Echt waar? En hier heb je niet te geloven. Ik heb ook nog een soundbar van Sharp. Een soundbar. Ja. Kijk, dit is de dakecho. Ja, nou ja, zeg. En als je licht uit doet, gewoon. Ja, briljant. En waar komt dit schermpje dan weer vandaan? IKEA. Echt waar? IKEA. Kijk, is het een mooie. Ja, och, kijk dat motion. Nou even slow motion omhoog gaan, jongens. Lekker. Hey, we moeten wel met de Netflix daar mee. Daar is de hele mik. Dat is echt niet te geloven. Die bus die hangt van techniek aan elkaar. Ja. Briljant. En dit is de dakecho? Ja. Dit is van Kronings. Die heb ik tweedehands van internet geplukt. Die was nieuw, in een doos. Oh, echt? Ja, er zit een verhaal achter. Jongens, er zit een verhaal achter. Een verhaal achter. Hebben jullie even...
interessant verhaal. Dus ik dat schudden, koelvloeistof erin en hij doet het serieus. Ja, hij doet het perfect. Nou. Dit is dus dit woongedeelte, want ja. je hebt hier een verhoogde bodem. Ja, wat zal ik wel even laten zien. Ja, wat heb je daar dan weer in zitten? Daar hebben wij bijvoorbeeld de boodschappentas en zit, alle opslag van het eten. Ja, de hele en rammel vrij man. Moet ja, het, ja, ja, ik heb schapjes gemaakt. Ja. Dus niks rammelt in de bus. Oh, slim. Dat is wel lekker hoor. En hier heb je, en voor het cozy tafelgebeuren heb je hier een tafel? Ja, als het bed ook uit is, dan heb je hier een klein tafel. Oh, dan kun je wat drinken erop leggen. En, zo. En dat is wel lekker als je gaat zitten Netflix bingen. Ja, 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 en we hebben een grote tafel natuurlijk, die gaat hierin. Ja, want dat en is dan kun je echt ontbijten met z'n drieën. Poot erin en dan dit tafel. Grote ontbijttafel. Ja, hier zit de poot. Ja, de poot. Nou, kijk eens, EHBO bij de hand. Ja, we hebben drie brandblussers. Ja. 1, 2, 3, eentje voor en een blusdeken. Dus aan veiligheid, daar ja, doe dus, je ook al aan. CO2 melden, brandmelden. Gasmelden. Ja, ja. Alles wel een beetje aan. Maar dit, ik vind verbazingwekkend veel ruimte. En daar is ook nog een schuifdeur. Ja, de schuifdeur, daar kun je. Daar ga je naar de garage. En die kun je op een andere manier ook nog bij. Ja. Daar heb ik zo gebouwd dat je bijvoorbeeld, als je hier kijkt, deze even opzij. Ja. Dan kan ik namelijk deze. Kan ik. Oh, er komt ook even wat tevoorschijn. Omhoog doen, dan heb ik een klemmetje gemaakt. Kijk. Ja. Oh, joh. En dan, zo kan je ook nog bij. Ja, dan kun je ook kijk, dan kan je een klemmetje. Ja, je hebt wel heel veel, en hier kan ik namelijk bij mijn gas. Oh, joh, bij de gasflessen. Ja, en dan heb ik een gasbox. Ja, ja. Daar heb ik twee flessen in. Ja. Ik kan ook mijn LPG kan ik hem bijvullen. Aan de buitenkant, ik zag inderdaad een LPG aansluiting. Ja. En nou is je gasbox dicht. Er zit een gaatje onder in de box, zodat daar het gas allemaal weg kan. Ja. Ja. Want gas is natuurlijk zwaarder dan lucht. Ja. Hey, en dit is dus het knus woongedeelte, maar hier maak je dus ook een bed van. Ja. Is dat veel werk? Nee. Nou, laten we het zien dan. Want schuif hem uit. Oh. Hoppakee. Nou ja. Deze leg ik even hier neer. Dit is eigenlijk de kussen van voor, dus schuif ik dan hieronder, onder het bed even. Ja. En de kussens kunnen daar ook onder. Hoppakee. En dan is het, daar komt hij. De topmatras. Nou ja. En dan rol je hem helemaal uit. Ja, ja, ja. En dan heb ik mijn bed al klaar. Zo. En daar zit, het dekbed zit er al in. Ja. En dan zou ik je laten zien, ik ben 1,95 meter, ik ben benieuwd of jij er ook in past. Nou, laat maar zien. En dan is het gewoon lekker met gestrekte beentjes. Kijk eens, daar pas jij ook in hoor. Ja, want je hebt hier nog 15 centimeter ook. Ik kom er even bij. Ik kom er wel bij liggen, jongen. Moet je zien, man. Ja, hij ligt lekker hoor. Ja, dat ligt zeker lekker. Zelfs jij met die lange... Je past er net in. We passen er gewoon in, mensen. twee kerels van bijna 2 meter. Pas gewoon in deze bus. In de bus van 6 meter. Briljant bedacht, man. Ja. En het is echt een fluitje van een cent dat ombouwen. Ja, en ook weer terug ook. Dus, nou, laat dat ook maar even zien dan. In 2 minuten, jongens, van woonkamer naar slaapkamer. En in 2 minuten weer van slaapkamer naar woonkamer. Nou, chapeau man. Echt chapeau. Ja. Hey, aan de achterkant heb je ook nog een paar verrassingen. Zeker. Deze bus zit vol met verrassingen. En kom op, we gaan buiten. We gaan naar buiten. We gaan even bij de achterklep kijken. Laat dat spektakel maar eens zien. Maak hem maar eens open. Kijk. Ja, dit is ook weer magisch. Dit is ook best wat werk uiteindelijk geweest. Oh, dit heeft ook nog een hele uitleg nodig. Ja, ja. Laten we beginnen bij de deuren. Je hebt een ophangsysteem gemaakt voor je stoelen. Ja. Kijk eens, met een grondplaat zelfs. Ja. Nou, ook weer een handig vak. Waar is dit voor? Dit is voor de buitendouche. Zal ik hem even pakken? Ja, leuk. Het is in zo'n bus natuurlijk woekeren met de ruimte. En wat mij opvalt is echt dat elke vierkante centimeter in deze bus benut is. Ja. Kijk, oh zo dan. Hier zit het de wateraansluiting, jongens. Juist. Waar is die meter voor dan? Daar kun je minder druk op de kop geven, zodat het water niet vol eruit knalt. Dan kun je wat zuiniger doen met water. Het idee is duidelijk, hè? Ja. Hier komt een slang tussen. Die komt hier tussen. Twee douchegordijnen en daartussen douche je dan. En dan hier alle ruimte met z'n tweeën, gezellig. Prima. Dus, hey, en je steldingen en ik zie rockstraps. Jazeker. Dat was een hele goede tip van jou. Ja, leuk hè? Dit kan eruit. Ook en dan kun ik daar zit de gasbox achter. En dan kan ik de flessen eruit trekken. Dat is, maar dat is niet. Achter. Maar die flessen eruit trekken, waarom zou je? Want jij hebt hier een buitenvul. Ja. Maar goed, in Nederland mag je
officieel. Mag niet, hè, officieel mensen? Mag Nederland. Niet, hè? Nee, dat mag inderdaad niet. Dat krijg je af en toe als reactie op je vlog. En mag op de stoep vindt ze me ook niet aan. Ik mag ook wel eens dingen niet, maar doe toch. Ja, geweldig, man. Wat een geweldige bus. Ja. En nog een camera. Grote camera. Dit is de antenne van 4G. Netwerk. 4G heb je ook nog. Ja, 4G. Er zit een soort modempje van 4G erin. Ja. Doe je kaartje erin in het buitenland. Ja. En internet. Ja. En ik zag wifi-versterker op de achterklep. Ja, hè. Die zit er ook nog bij. Die had ik ook al gezien. Dat is deze. Dus ja, die gebruik je als je op de camping wifi zit. Ik ben een beetje gek op techniek. Ja, echt waar? Ben je gek op techniek? Dat kan je bijna niet zien in die bus. Ja, wat hebben we hier? Oh ja, ping. Oh ja, ja, logisch. Ja, nou, die had ik zelf ook wel kunnen bedenken. Die heeft ook een camper, hè? Geweldig, man. Ja. Wat een bus, joh. Ja. Het is ik vind het eigenlijk wel de Willy Wortel bus. Bijna wel, ja. Bijna met wel. Die oplossing, man. Ja. Ja, kijk, oh ja, hier ligt die plaat van voor de voorruit. Ja, dat is het bed voor je zoon, hè? Ja, het bed voor mijn zoon. De cabine. Daar heb ik die leg je op de voorbanken. Ja. Nou, je hebt alles wel gezekerd en alles zit muur in muur. Ja, dat rammelt niks. De hele bus rammelt. Hey, en ik zag, nee, want je hebt een hekel aan rammels. En dat gaat zelfs zover dat jij je koffiemokken magnetisch hebt gemaakt. Ja, klik vast. Die willen we ook nog wel even zien. Ik heb een soort beveiliging met elastiekjes gedaan, dikke elastiekjes. En het scheelt weer een kleppie. Kijk, dan pakken we even een lekker. En dan zitten magneetjes, klik je hem vast en dan rammelt het niet. Klik. Een kopje koffie erbij. Ja, lekker, man. Ja, ik dacht gewoon, wanneer gaat hij dat nou eens een keer zeggen? Lekker. Ja, lekker, dankjewel, man. De bus, die heb je voor 3500 gekocht, maar er kwam er nog wat extra kosten. Want je airco laten maken, distributieriem, vier nieuwe banden. Zeg maar 4.500 euro. Diverse, ja, 4.500. En heb je een beetje bijgehouden wat je hebt geïnvesteerd in? Zo'n 11.000 denk ik, alles met elkaar. Ik denk dat de bus zoiets van 15.000 tot 16.000 euro heeft gekost. In totaal, hè? In totaal, alles. Overrekt, ja, goed, man. Ja. Ja, en, maar dan niet de uren meegenomen. Met timmeren. Weet ik dat allemaal. Maar respect, man. Dat doe je echt, super. Maar de reservewiel. De reserve, ja. Ik zoek eigenlijk nog naar een systeem. En ik weet dat het er is. Waar je reservewiel achter onderaan je bus kunt plakken. Want ik heb geen plek meer voor mijn reservewiel. Nee, dat kan niet op dak ook. Zonnepanelen. Er zit een dak-airco en een Max-fan zit er voorop. Ja. Dus als iemand dat nog weet, jongens, als jullie daar nog een beetje technisch inzicht hebben, misschien kijkt Jos ook wel, die heeft ook al wel slimme oplossingen, want je weet maar nooit. Maar zo'n bus is eigenlijk nooit af, hè? Wie was er reservewiel een keer onderuit gedonderd? Daar lullen we niet meer over. Jongens, vond je dit nou weer lekker? Een leuke afsluiter. Vond je dit nou... Ik kom nog eens een keer. Vond je dit nou een leuke video, jongens? Geef hem dan even een duimpje. En kijk ook even naar de volgende op maandag. Woensdag. Lul. En vrijdag. Tot de volgende keer. Ja, maar